Dames en heren, beste collega's. We beleven vandaag een van de somberste momenten sinds de Tweede Wereldoorlog. Na de moeizame vredesopbouw in de Balkan in de jaren 90 dachten we dat vrede in Europa definitief verworven was. Vandaag blijkt niets minder waar. Een militaire conflict op de Europese bodem, aan de grenzen van de Europese Unie en het NAVO-grondgebied. Ongehoorde en ongeziene Russische agressie tegenover een onschuldig Oekraïne. Vladimir Poetin is hiermee niet aan zijn proefstuk toe. De afgelopen maanden en jaren zijn vele dappere Russische burgers op straat gekomen tegen de autocratie en de kleptocratie van de Russische president. Ze werden hardhandig neergeslagen, vergiftigd en vermoord. Vandaag breidt Poetin zijn agressie uit naar 45 miljoen Oekraïners. Of ze nu Russisch spreken of Oekraïens spreken, maakt hem weinig uit. Wat Poetin stoort, is dat Oekraïners vrije burgers zijn. Het stoort hem dat Oekraïne een vrij land is. Een land dat eigen keuzes maakt. Ja, een land dat naar het westen kijkt. De aanval van Poetin is dan ook een aanval op de vrijheid. Pour l'instant, l'agression de la Russie est uniquement dirigée vers l'Ukraine. Aucun élément ne confirme que la Russie vise également des pays de l'OTAN. Cependant, un certain nombre de pays européens se sentent menacés et ont donc invoqué aujourd'hui l'article 4 du traité de l'OTAN. L'article 4 stipule, en tant qu'alliance, nous nous consultons à chaque fois que des pays se sentent menacés dans leur intégrité territoriale, leur indépendance politique ou leur sécurité. En vertu de l'article 4, ces premières consultations ont eu lieu ce matin et demain, nous consulterons les chefs d'État et les chefs de gouvernement de 30 pays de l'OTAN. Avec nos alliés, nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour intensifier la dissuasion et la défense. Mais nos actions seront toujours préventives, proportionnelles et non escalatoires. Au niveau national, pendant ce temps, nous prenons les précautions nécessaires pour renforcer la protection de nos infrastructures critiques. Plus tard dans la journée, le Conseil européen se réunira aussi en session spéciale pour se prononcer sur des sanctions plus sévères à l'encontre de la Russie. Il s'agit du plus lourd paquet de sanctions de l'histoire de l'Union. Le temps des sanctions graduelles est révolu. Si nous n'agissons pas, Poutine ne s'arrêtera pas une fois l'Ukraine sous son joug. Notre action vise à affaiblir le complexe industriel et militaire de la Russie. Ces sanctions révèlent de plusieurs domaines. En premier lieu, le domaine financier. Nous devons isoler les banques et les entreprises d'État russes des marchés monétaires internationaux. Outre les banques et les entreprises, il faut ajouter les représentants de l'élite politique et économique à la liste des sanctions. Les oligarques russes au club des kleptocrates entourant Poutine. L'ensemble des sanctions devra aussi se concentrer sur la technologie dont la Russie a besoin pour faire fonctionner son économie et pour assurer ses activités militaires. Collega's, laat het duidelijk zijn. Deze sancties hebben niet als doel de Russische bevolking te raken. Maar ze moeten de druk opvoeren op het autocratische regime dat vandaag in het Kremlin zetelt. Wat er vandaag op het spel staat, is niets minder dan vrede en veiligheid in Europa. Vladimir Poetin vindt democratie zwak en westerse waarden waardeloos. Omdat wij in tegenstelling tot hem geen fysiek geweld gebruiken. Geen mensenlevens op het spel zetten in onnodige oorlogen. Omdat wij de wet van de sterkste afwijzen en politieke dialoog verkiezen boven kruisraketten. Collega's, dit model van agressie en oorlog is verwerpelijk. Het is een model van het verleden, gebouwd op zwakke fundamenten, op een maatschappij van wantrouwen,
en een economie waar een kleine groep zich verrijkt ten opzichte van de brede bevolking. Het is een regime gebaseerd op het beknotten van vrijheid en het onderuithalen van mensen. Onze democratie die lijkt misschien teer, maar ze is veel veerkrachtiger. Net omdat ze gebaseerd is op vrije wil en op vrijwillige samenwerking. Collega's, we zullen maar een omslag maken door een hecht blok te vormen met onze Europese partners en met de NAVO. We moeten elkaar de komende dagen en de komende maanden stevig vasthouden in het Westen. We moeten deze eenheid gebruiken om het grote onrecht dat Oekraïne wordt aangedaan te stoppen. De enige uitweg uit deze crisis is de onmiddellijke staking van het geweld. Wat er vandaag gebeurt, gaat niet enkel over Oekraïne. Het gaat ook over onze Europese veiligheid. Over ons Europa. Een Europa dat resoluut kiest voor de internationale rechtsorde. Een Europa dat geleerd heeft dat oorlog enkel verliezers stelt. Dank u wel.